Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Ja. Ze is live. Ik heb nu Robby Roeplaal aan de lijn. Robby, je hebt jarenlang in het onderwijs gewerkt, hè, in Suriname en Nederland. Wat heb je allemaal gedaan? Kort, in een half minuut. Ik heb les gegeven. Ik was een lesboer, zoals ze dat noemen, in Suriname. En in Nederland. In Suriname heb ik op de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs gewerkt. Op het IOL en op het SPI. En ik heb diverse vakken gedoseerd. In Nederland heb ik wiskunde gegeven. En Nederlands op een lyceum. Dus dat is het in het kort. Oké, heel kort. Maar ik wil bellen omdat jij je druk maakt over het aantal mensen dat in Suriname afstuderen. En jij twijfel aan de kwaliteit en aan de scholen, de aanbieders. Hoe zit het eigenlijk? Ja, kijk, als je een opleiding volgt, moet die opleiding gecertificeerd zijn. ISO gecertificeerd zijn. En als het ooit is gecertificeerd, moet dat na een bepaalde tijd herhaald worden. En de diploma's die afgegeven worden, moeten erkende diploma's zijn. Dus het moet alleen maar geldig zijn in Suriname. Maar het moet ook internationaal moet het ook aanvaard zijn. En je moet overal met dat diploma kunnen werken. En al langere tijd schijnt dit dus niet het geval te zijn. Er worden links-rechts diploma's uitgegeven waarbij twijfel is. In Nederland is er een orgaan, het NIVIC, die als mensen hier naar Nederland toe komen, die diploma's waardeert. En kijkt of ze gelijkgesteld kunnen worden met de Nederlandse diploma's of niet. Oké, okay. Maar er zijn meer hoor. Duo doet het en IVC, het kenniscentrum ook, Nederland. Ja. Heb jij bewijzen dan van mensen die dit aanbieden? Bewijzen, ja. Ja, er zijn bewijzen. Kijk, noem dat. Ik heb het bewijs lever ik door twijfels te hebben. Ik heb geen diploma's van mensen ingezien. Maar als ik zie bijvoorbeeld dat meneer Brunswijk een masterdiploma krijgt, uitgegeven door een zekere meneer Hubert Rampersat, die zich ook nog professor noemt. Als je op internet gaat googlen, dan zie je dus dat de titel professor eigenlijk een titel is die iedereen kan dragen. Dus het is niet, je hoeft niet per se een hoogleraar te zijn op een universiteit. Iedereen mag zich in principe ook in Nederland professor noemen, zonder dat er sancties op toegepast kunnen worden. Dat geldt niet voor andere academische titels. Maar wat is er met meneer professor Hubert Rampersat? Nou, meneer Rampersat, ik heb familieleden van hem bevraagd en het schijnt dat hij wel gepromoveerd is. Hij schijnt dus wel een universiteit doorlopen te hebben. Maar hij geeft her en der geeft hij mensen allerlei titels en ik twijfel aan de kwaliteit van die titels en ook aan de diploma's die hij uitreikt aan mensen. En weet je, Frans, dat doet hij al langere tijd. Ik weet dat Ashwin Ramcharan bij jou ook in de uitzending is geweest en hier iets over heeft gezegd. Maar ik vernam ook in dat interview dat zelf andere politici, andere dan de heer Brunswijk, ook graag gebruik wilden maken van de diensten van de heer Rampersat om aan een academische titel te komen. Maar die titels die worden gegeven zijn niet echt. Kijk, laten we bij het begin beginnen. Meneer Lachman noemde zich meester in de rechten. Maar die man is nooit naar een universiteit geweest. Meneer Lachman heeft die titel honoris
COSA gekregen. Dat betekent vanwege verdiensten. Een ander voorbeeld is ook meneer Ensberg. En zo hebben diverse mensen, hè, hebben ook zelf in India of in Suriname, hebben ze van een universiteit, honoris causa, dus vanwege de verdiensten, een doktorstitel gekregen. Maar dat betekent niet dat je een proefschrift hebt geschreven en daarop bent gepromoveerd. Maar wat doen deze gasten? Als je dus weer gaat googlen en kijken, dan is het zo dat als je dus dokter bent, honoris causa, dan moet je dat daarvoor vermelden. Maar dat doen de mensen niet. Ze schrijven gewoon dokter. En dat is vals. Dat mag niet. Dan draag je een titel die je dus niet hebt verkregen door promotie. Ik weet toevallig wat honoris causa is, maar ik heb het nog nooit gezien. Dokter honoris causa, Robbie Roeplaal. Ik ben niet gepromoveerd. Maar niemand gebruikt die. Nee. Daarom mag men die titels, als je dus gaat checken. Maar er is ook niemand die dat zomaar gebruikt. Je noemt de naam van Lajma. Lajma is 210 jaar al overleden. Dus er is toch niemand die met honoris causa rondloopt en het niet vermeldt? Of vermeld? Nee, maar in Suriname, hier in Nederland, bijna niet. Ja. Maar in Suriname is men titelgek. Ja? Weet je wel? Men vindt het geweldig als men een titel voor zijn naam kan schrijven. Ja. Zo zie ik bij Roy Bikhari. Uh-huh. Ja? Ik weet niet wanneer Roy Bikhari een universiteit heeft doorlopen. Maar ik zie dat hij voor zijn naam dokter schreef en achter zijn naam PhD. En dat mag niet. Je moet één van die twee titels gebruiken. Meneer Bainat Missier is onlangs in het nieuws geweest, waarbij het Openbaar Ministerie hem heeft aangesproken op malafide praktijken die hij hier in Nederland uitvoert. Ja, je weet meneer Bainat Missier van Surigoud. Hij heeft een bank in Suriname. En meneer schrijft al vele jaren dokter voor zijn naam, zonder dat hij dus die titel verdient of verkregen heeft op een universiteit. Deze man heeft niet eens de avondopleiding voor onderwijsakte in Suriname afgemaakt. Het is toch een schandaal dat dergelijke mensen zulke titels dragen. Want mensen die dus op een legale wijze, op een eerlijke wijze, door hard werken een titel hebben verkregen, ja, die worden gewoon in de verdrukking gezet door dit soort mensen. En dat wil ik nu gaan bestrijden, want dit kan gewoon. Dit kan ook niet door blijven gaan zo in Suriname. Want het zijn gewoon wanpraktijken en die moeten aangepakt worden. Maar is het belangrijk om een titel voor je naam te hebben? Maakt dat jou aan de persoon? Helemaal niet, nee. Absoluut niet. Dank u wel dat u die vraag stelt. Die titel is totaal niet belangrijk. Ik merk soms ook mensen die titels voor hun naam schrijven en artikelen schrijven, dat ze het niveau ook niet halen. Hè? Want wanneer je gestudeerd hebt, dan heb je geleerd om op een bepaald niveau te schrijven en zaken te onderbouwen of ook mondelingen te weergeven. En dat kunnen die mensen niet. Weet je wel, dus het heeft geen enkele zin om titels te gebruiken. Want je kent de uitdrukking, Frans, eenvoud siert de mens. Hè? En ik ken hier een heleboel mensen in Nederland die allerlei titels hebben legaal verkregen aan universiteiten en hogescholen. Zelfs meerdere titels, maar die gebruiken het nooit. Hè? Meneer Rutte was een goed voorbeeld van de man, hij heeft ook een titel. Hè? Maar hij ging ook gewoon op de fiets, ging hij naar zijn werk. Ging hij op een heel eenvoudige wijze zijn werk uitvoeren. Niet met een auto met loeiende sirenes voor en achter. Gewoon op een heel eenvoudige wijze. En zo hoort het. Wij leven hier tijdelijk op deze wereld. We hebben geen titels en geld nodig. We hebben eenvoud nodig. We hebben competente mensen nodig. Mensen die op een integere wijze hun werk doen. En hun kwalificaties op een goede wijze hebben verkregen op scholen, middelbare scholen, hogescholen of universiteiten, en daarna zijn gepromoveerd. Ik denk, maar dit is toch een
Iets van voor het ministerie van Onderwijs, die voor accreditatie gaat en over opleidingen in Suriname. Wat doet het ministerie daar, meneer Ori? Die ga ik ook bellen, hoor. Frans, meneer Ori, die daar nu de scepter zwaait, zijn naam is soms ook gebruikt dat hij zich professor noemt. Aan welke universiteit is meneer Ori ooit hoogleraar geweest? En het is ook zo, ik heb dat gelezen, dat als je ooit professor bent geweest en je bent gepensioneerd, dan ga je met emeritaat. Die titel, dat is een geschreven regel, een protocol. Dan mag je die titel maar 5 jaar gebruiken en daarna niet meer. Meneer Chantjouni is een goed voorbeeld die titel eigenlijk helemaal niet meer mag gebruiken na 5 jaar. Bovendien, aan de universiteit heb je ook leerstoelen die door stichtingen zijn geïnitieerd. Weet u wel, en je bent dus, als je dus docent bent, hoogleraar bent bij een universiteit, is dat heel anders dan wanneer je hoogleraar bent op een leerstoel die door een stichting in het leven is geroepen. Je wordt dan ook door die stichting betaald. Dus mensen... Misschien, ik weet het niet, maar op universiteiten hier noemen wij hoogleraar professor, hè? Is het fout? Doe ik zelf ook aan mee. Hoogleraar van de universiteit. Je mag een hoogleraar wordt door de koning benoemd. En hij mag zich professor laten noemen. Maar die titel professor is niet beschermd. Het is niet beschermd. Dus hier in Nederland, als je dus doctorandus zou zijn. Als je niet een doctorandus zou zijn. En je zou doctorandus voor je naam schrijven. Dan kan je vervolgd worden in Nederland. Op basis van het niet legaal gebruiken van een academische titel. In Suriname gebeurt dat niet. Okay. En wat moet er met deze mensen gebeuren? Je hebt net namen genoemd, hè, van mensen die deze diploma's aanbieden. Valse diploma, valse titels. Ik ken mensen, toen ik nog in Suriname werkte, Frans, ik ga je eerlijk zeggen, die toen ook op valse wijze zich ingewerkt hadden bij de ambtenarij. En die mensen hadden ook een titel gebruikt die ze niet verkregen hadden op de universiteit. Ze hebben op basis van die titel die ze hebben opgegeven, door valse diploma's te gebruiken, die zijn gevonnis. Die hebben vonnis gekregen in Suriname. Maar het probleem is, als je dus niet werkt, je bent dus niet geleerd aan een werkgever, dan wordt het heel moeilijk om deze mensen te vervolgen. Maar mensen die dus met frauduleuze titels zich uitgeven voor iets wat ze niet gedaan hebben, dus voor studies die ze nooit gevolgd hebben, die worden vervolgd en de gelden die ze op basis daarvan hebben verkregen, bijvoorbeeld bij de ambtenarij, die worden teruggevorderd. Ik weet dat meneer Weile, Albert Ramne was, die vertelde me, hè, die heeft mij een keer uit de doeken gedaan van zo'n geval. Hij had als rechter iemand hieromtrent gevonnist. Ik ken een paar van die scholen, die FHR van, ik dacht Limapo, meneer Samson, professor Hubert Rampersat. Dat zijn die mensen die scholen hebben, hogescholen in Suriname. Wat voor instellingen zijn deze mensen? Je weet, in het land der blinden is één oog koning. Niet alleen deze scholen, er was vroeger ook een school van in Holland daar. Daar was mevrouw Lilian Kalender, was daar directeur. Ik weet niet wat... Kijk, de diploma's die studenten hebben gekregen, ik weet niet welke waarde ze hebben. Ook niet van meneer Limapo en ook niet van meneer Samson. Meneer Ramcharan heeft in GFC Nieuws hierover een artikel geschreven om dit nu aan de kaak te gaan stellen. Want dit kan toch niet, Frans? Je moet een psychopaat zijn. En dat zeg ik ook als psycholoog, om dus diploma's te gebruiken, of studies, dus eigenlijk te doen alsof je studies hebt gedaan,
Terwijl je dat niveau gewoon niet hebt. Dan ben je toch gestoord, man. Dan ben je toch niet meer van deze wereld. Dan sta je toch niet meer met beide benen op de grond. Deze mensen moeten zich echt diep schamen, hoor. Ja? En, ik, net als wat u zegt, het is helemaal niet belangrijk om een titel te hebben. Wat belangrijk is dat je je goed gedraagt. Dat je goed leeft met andere mensen. Dat je een voorbeeld bent voor andere mensen. En dat je eerlijk bent. Dat je integer bent. Dat is belangrijk. En geld, roem en titels, dat zijn vergankelijke dingen. In het hindoeïsme bijvoorbeeld, als je goede daden verricht, op het moment dat je karma. Dus het is belangrijk dat je voor je karma gaat en niet voor titels, roem en geld. Dat zijn hele vergankelijke zaken. Maar sommige mensen denken een soort status te kunnen verwerven, hè, door titels, vooral titels te gebruiken in Suriname, en niet goed te doen. Ik heb in dat stuk van meneer Ramcharan gelezen dat meneer Santokhi zich ook had opgegeven om zo'n titel te verkrijgen via de heer Hubert Rampersad. Maar ik verzoek de heer Rampersad, want hij is een ik heb geverifieerd of hij ook zelf is afgestudeerd aan een universiteit. Dat schijnt wel het geval te zijn. Om te stoppen met deze bullshit, echt waar. Ik word daar heel boos van, hoor. Je kan toch niet op deze wijze geld verdienen aan mensen, aan onnozele mensen. Dit moet gewoon stoppen. En om op uw vraag antwoord te geven, ik vind dat de minister van Onderwijs nu ook hier een beetje werk van moet gaan maken. Mensen die oneigenlijk titels gebruiken, die moeten gewoon die moeten gewoon bekendgemaakt worden. Weet je, dit kun je toch niet zo handhaven, blijven handhaven. Je hebt al een paar genoemd, toch? Ik zou ze gewoon aan de schandpaal nagelen, hoor, deze mensen. Maar misschien, en daarom doe ik een beroep ook op de minister om hiermee, in ieder geval het initiatief te nemen. Uh-huh. Om die mensen die daar oneigenlijk titels gebruiken. Want er zijn niet alleen titels die gebruikt worden tegenwoordig. Want u weet zelf, via, volgens het BAMA-structuur, die in Nederland in 2002, geloof ik, in het leven is geroepen, kun je dus titels verkrijgen op HBO-niveau en op academisch niveau. En die titel doctorandus is helemaal uit de tijd. Alleen mensen die voor 2002 de titel doctorandus of meester hebben behaald, die mogen dat nog gebruiken. Andere mensen niet. Ik zie dat iedereen het leuk vindt om zich doctorandus te noemen, terwijl ze eigenlijk titels na 2002 hebben behaald. Ik weet ook niet, want hier in Nederland kun je zien, als iemand een HBO-titel heeft, op master of op bachelor niveau, dan kun je dat zien aan de wijze waarop die titel wordt gebruikt. In Suriname gebruikt men soms die titel die men op hbo-niveau heeft verkregen, zodanig dat het leek alsof ze die titel op academisch niveau hebben behaald. En dat mag niet. Mm. En heel veel mensen geven zich ook uit voor hogere titels, zoals bijvoorbeeld professors, professoren, terwijl die professoren eigenlijk aan een hogeschool moeten werken om die titel te kunnen genereren. Dus stoppen ermee, mensen. Eenvoudige mensen, we moeten hiermee stoppen. En welke titel heb jij? Nou, ik heb een studie op hbo-niveau gedaan en een studie op academisch niveau. Dus ik heb twee titels, ja. Ja, maar ik gebruik ze nooit, hoor, Frans. Ik weet toevallig van jou, ik mag dat verklaren, jij hebt ook titels, maar die gebruik jij ook nooit. Maar het kunnen fout zijn. Ik kan bijna toe, toch? Ik kan het. Nee. Wij zijn niet zo, Frans, maar ons is ingeschreven bij het duo. Ik heb met mijn titels jarenlang gewerkt. Nee, ik praat niet over jou. Ik kan ook roepen dat ik titels heb. En hoe weet je dat het echt zijn? Of echte titels kunnen ook fout zijn, toch? Ik hoor je even niet. Nee, ik zeg je. Ik kan ook met valse titels lopen, toch? Hoe weet je of het echt is? Wanneer nou, als je ergens gaat werken, dan worden die titels eerst die titels worden geverifieerd. Als je in Suriname werkt, ik weet toevallig
van mij is door de minister toen geverifieerd in Nederland. Hè. Je kan niet zomaar in Suriname vroeger werken, dus het is geverifieerd. Als je hier ergens gaat werken, dan worden je titels ook geverifieerd. Dus bedoel, werkgevers zijn niet gek dat ze een diploma zien en dan denken ze, oh ja, die man heeft die kwalificatie, we gaan hem in dienst nemen. Want kijk, als je een academisch niveau hebt, of een hbo-niveau, kun je topsalarissen verdienen. En de mensen gaan toch eerst kijken of, of je die competenties hebt of niet. Oké. Nou, ik hoop dat het oplucht, want het stoorde jou en je wilde een item van maken van dat kan niet. Je wil man en paard noemen en dat heb jij gedaan, hè? Jawel, maar weet je wat het ook is, hè, Frans? Kijk, weet je wat het ook is, hè? Kijk, in Nederland Suriname is een kolonie geweest van Nederland. En heel veel zaken die zijn door Suriname overgenomen. Ook de onderwijsstructuur. Weet je, dat noemen ze volgens het concordantiebeginsel. En wat is er gaan gebeuren? Suriname werd onafhankelijk. En die opleidingen die daar stonden in Suriname, die liepen niet meer parallel met die opleidingen in Nederland. Erger nog, er vonden geen vernieuwingen plaats in Suriname op onderwijsgebied. Ook niet bij die opleidingen. Dus men bleef in Suriname allerlei titels gebruiken die gelieerd zijn aan Nederland. Maar eigenlijk zijn het zinloze, waardeloze titels. Want ik heb een vriend die heeft in Suriname geneeskunde gestudeerd aan de universiteit daar. Maar die moest alle tentamens moest die hier overdoen. Dus het heeft geen enkele zin daar om titels te gebruiken. Die titels gelden dan wel voor Suriname. Maar dan moet je woont in Suriname, waarom moet je altijd denken naar Nederland? Als je in Suriname woont, je bent meester in de rechten in Suriname, is toch prima? Maar daarom noem ik, die titels waren vroeger wel gelijk. Ja. Maar Suriname is niet onafhankelijk, hè? Dus is niet alles van Nederland is beter. Ik bedoel, als je titels daar in Suriname haalt, dan moet je ook... Je moet ook waarderen, je kijkt neer op Surinaams onderwijs en mensen die daar afstuderen. Nee, is een suggestieve vraag van jou. Dat is niet waar. Ik kijk niet neer. Ik zeg je dat daar de titels, de vlag dekt de lading niet. Als jij daar jezelf een doctorandus noemt, dan is die titel is niet gelijk aan die titel in Nederland. Dat is wat ik zeg. Ja. Ik kijk niet neer. Absoluut niet hoor. Okay. Ik hou te veel van. Waar ik dus naar streef, is dat er in Suriname ook regelgeving komt, dus wetgeving. Hè, die maakt dat dit soort malafide praktijken daar niet meer plaatsvinden. Nee, maar ik denk niet omdat het in Nederland aan Nederlands andere standaard heeft, is het waardeloos. Ik bedoel, alles uit CARICOM zou toch anders gewaardeerd worden hier. Jawel, ik zeg niet iets anders. Wat ik dus wil, is dat er ook in Suriname standaarden komen, dat die malversaties die er daar plaatsvinden, aangepakt kunnen worden. Weet je? Oké, dus je hebt het meer dat zij die vuilste instellingen, onderwijsinstellingen, aanbieders aanpakken. Precies, juist. Oké, ik dacht, jij zit maar te druk te maken, omdat als je een titel hebt in Suriname, dan is het niet geldig in Suriname, in Nederland. Maar wie zegt dat alle Surinamers in Nederland willen wonen en werken? Nee, daar gaat het niet om. Ja. Het gaat bij mij om dat als je een titel hebt verkregen, als je een titel hebt verkregen in Suriname, moet het geldig zijn. Het moet geldend zijn, internationaal aanvaard. Vooral in Suriname op de eerste plaats. En vooral ook in Suriname. Want maar wat men daar doet, wat sommige mensen daar doen, want ik zei al, in het land der blinden is één oog koning, omdat er geen enkele controle is, zijn mensen ook titels gaan gebruiken, weet je wel, die ze niet hebben verkregen op hogescholen en universiteiten. En dat is wat aangepakt moet worden. Waarvan acte. Ik laat het hierbij. Robbie, Roeplaal, en ik hoop dat men jou, het is een smeekbede nou, hoe moet ik het noemen, dat die het serieus neemt en dat ministerie van Onderwijs. Weet je wat het is, hè, Frans? Ik denk niet dat men naar ons gaat luisteren, want ook meneer, nogmaals, ik noem die naam nog een keer,
Ramcharan heeft hierover geschreven, Ashwin Ramcharan. Ja. Maar ik heb ook hier al een aantal keren ook in Surinaamse kranten over geschreven. Maar het is aan dovemans oren gericht. Men blijft maar doorgaan met deze rommel. Maar ik ben Radio Stamvaste heel dankbaar dat ze deze zaak nu in ieder geval aan de kaak stellen. Uw bijdrage wordt gewaardeerd. Ik dank u zeer. Ja, dag. Dag, Robby. En ook de luisteraars gegroet. Je luistert naar Stamvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op stamvasteradio.nl.